Kredietunies zijn financiële coöperaties bij banken. En wel van een nieuwe snit die in 100 landen al bestaan, maar niet in Nederland. En die naast een Rabobank, die we al kennen als een coöperatie, zouden kunnen figureren in Nederland. En in welk opzicht zou ze een rol kunnen spelen in Nederland? Op twee fronten. In de eerste plaats om het vermogensaanbod voor kleine bedrijfjes, dat is tot werknemers van maximaal 10 personen, het aanbod van vermogen van bankair krediet te verruimen. Want het zijn ook banken, maar naast de gevestigde banken geven zij dan krediet. En dat vermogensaanbod is op dit moment te beperkt. Dus die zitten in financieringsproblemen, die kleintjes. En op de tweede plaats in het zogenaamde verbeteren van het relatiebankieren. Wat zijn de bepleite voordelen van de kredietunies? Concreet hebben zij qua economische prestatie een goed record in het buitenland, en met name in de Verenigde Staten, waar ik het meest van gelezen heb, omdat zij vrij lage kosten hebben door veel vrijwilligers die het bestuur en het werk doen in de coöperatie. Het is een kleine schaal, dus lage kosten, een goed overzicht van de kwaliteit van de mensen die geld lenen, omdat het een wat besloten club is waar 100% van de spaarders ook leden zijn. En ook de mensen die krediet krijgen zijn leden van de coöperatie. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de Rabobank, er is maar 18% nog lid. Daaruit blijkt dat de Rabobank die dit concept 100 jaar geleden ook had, op dat punt wat verwaterd is. En je hebt dus nu een Rabobank die eigenlijk twee gezichten heeft. Die zit zowel aan de kant van transactiebankieren en in de laatste 10 jaar steeds meer. En is wat minder op dat relatiebankieren gegaan. Hoewel zij relatief ten opzichte van andere landen nog altijd een pruim op de hoed verdienen. Dus dat leidt ertoe dat er hogere spaarrentes kan worden betaald, lagere rentes kan worden betaald op kredieten die worden opgenomen door klein bedrijfjes. En dat als geheel wordt dan mede mogelijk gemaakt, dat moet ik wel even toevoegen, door een sterke invloed van de overheid die regulerend werkt en ook nog belastingvrijdom heeft gezegd. Wat zijn de mogelijke nadelen van de kredietunies? Ja, die zijn er zeker en die mogen we niet onderschatten. In de eerste plaats heb ik al gezegd dat er een zekere vrijwilligheid zit in het bestuur en de medewerkers. Dat doet al gauw vermoeden dat daar misschien ook een zekere ondeskundigheid mee gepaard gaat. Dus daar moeten we zeker voor uitkijken. In de tweede plaats zijn de verliezen die op de kredieten mogelijk worden geleden, zoals bij elke bank kunnen er verliezen ontstaan, die worden aan de andere kant van de bank door de overheid gegarandeerd. Wat betreft die spaargelden. Dus uiteindelijk komen die verliezen dan ten laste van de belastingbetaler. Dat zal de belastingbetaler niet leuk vinden. En op de derde plaats, en in samenhang met het voorgaande, zullen de banken een verhevigde concurrentie ervaren, omdat spaargelden bij hun weglekken naar die nieuwe banken. En dat is bij hun dus een amputatie. Hoe zullen de banken of de financiële wereld in Nederland hierop reageren dan? Nou, de gevestigde banken zullen in eerste instantie wellicht de neiging hebben om daar negatief op te reageren. Maar zullen, denk ik, het belang voor de nationale groei van de economie moeten inzien dat die kleine bedrijven moeten worden gefinancierd. Beter dan nu het geval is. En dat zij bovendien zelf daar belang bij hebben, omdat zij verlost worden van heel veel kritiek die nu op hen wordt uitgeoefend. In Amerika is er bijvoorbeeld 6%. Van de markt, van de spaarmarkt, in handen van deze credit unions, 6%. Dan kun je natuurlijk zeggen, dat is niet veel, maar het is wel 6%, dat is toch behoorlijk hoor. En dat zou dus ten laste van de gevestigde banken gaan. Dus die zullen dat qua concurrentie niet leuk vinden. En meteen ook zeggen, dat wordt ook nog eens door de overheid gestimuleerd. Dus